Django Wagner. En ja, dat is toch een lekker vrolijk nummertje. Ondertussen zijn aangeschoven Cecilia en Cecilia en Andreas. Hoe is het nou? Cecilia? Ja, Cecilia. Cecilia en heel Andreas. Gewoon, nou, Cecilia. Welkom bij Giganten Web. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ik zat even op jullie website te kijken. Leuk nummertje hebben jullie gemaakt, gaan we zo meteen lekker draaien. Ja, toch? En dat is voor jou de eerste keer, ja. Samen met Andreas. Andreas, ja. Jij bent al wat langer bezig. Ik ben al wat langer bezig. Kun je daar wat over vertellen? Ja, wat wil je weten? Nou, ik, vertel maar. Ik heb alweer wat nummers bij jullie in de computer staan. Ik heb ongeveer een 40 nummers, denk ik, van mijn eigen. Nou, noem eens maar. Wat moeten de mensen kennen? Lieve Schat moeten ze kennen, Noor Huustoegang moeten ze kennen, Arifiditsi, Lekker Ding. Echte liefde, feest, dat zijn toch allemaal nummers. Ja, met optredens zingen we die ook heel veel. Oké. Okay. Ja, en ik ben al jaren bezig. Ja, en ik doe altijd de avondvullende optredens. Ja, dat heb ik jaren lang gedaan. Ja, en nou, toen kwam ik Cecilia tegen. Ja. Ja, en die heeft vroeger in de band gezongen en die wou ergens bij me zingen. En ik had de laatste jaren ook wel eens over nagedacht. Want het zou toch prettig zijn dat iemand naast mij op het podium en dan ook een dame. Ja, en nou ja, één en één, ja, dat is dan twee, hè, in dit geval. En bevalt dat een beetje? En zo ging het, en een jaar geleden zijn we begonnen, in januari 2011. Ja, we hebben een heel zwaar jaar gehad. Cecilia die heeft met name een heel zwaar jaar gehad. Ja, want die moet toch het hele repertoire moet ze leren. Ja, en ik heb natuurlijk allemaal nummers voor een man, hè. Ja, en een mannenstem is anders dan een vrouwenstem, hè. Ja, nou, we eerlijk wezen, dus het heeft het heel moeilijk gehad natuurlijk, ja, om dat allemaal te kunnen zingen. Ja, en om die stukken eruit te halen die ze ook goed kan zingen. Ja, maar we hebben toch samen hebben we nou al een 120 optredens of zoiets gedaan. Zo dan, zo. Ja, dus wat dat gaat dan, dat gaat best goed. En in welke regio is dat dan het meest? We zitten door heel Nederland. Door heel Nederland? Ja, heel Nederland. Ja. Dus ook overal te boeken? We zijn overal te boeken. We gaan ook overal te doen. Ja, dat maakt ook helemaal niks uit. We gaan gewoon overal te boeken. Ik zie daar een website aan, www.ttctcsentertainment.nl. Dat is het. Daar kunnen de mensen naartoe? Nou, dat is wat anders. Dat is entertainment. Dat is TCS Entertainment, dat is een entertainmentbedrijf. Ja, waar artiesten zitten, daar zitten wij dus ook. Oké. Okay. Ja, maar we hebben onze eigen website. Ja, hartstikke leuk. Ziet er goed uit. Ah, dankjewel. Er staan een boel mooie nummers op, ook vooral voor jou. Ja. Ik heb nu zo meteen het nummertje Waarom staan. Daar heb jij een verhaal bij, hè? Ja, het nummer Waarom, dat is het laatste nummer. Ja, want als ik dus alleen heb ingezongen. Ja, en het andere nummer, het nummer Weekend, waar jij het ook had, dat is het eerste nummer van Cecilia mij. En het nummer Waarom, dat heb ik anderhalf jaar geleden, heb ik dat al opgenomen. Ja, dat is een heel gevoelig nummer. Ik heb hem vlak voor de kerst heb ik hem uitgebracht. Ja, dat heb ik ook geschreven voor een vrouw. En die staat er ook op met een foto. Ik weet niet of je daar zo'n hoedje bij je hebt. Ja, ja, ik zie hem. Zij staat er voorop. Ja, die werkte bij mij. En die kreeg kanker. Ja. Die kreeg borstkanker. Het was nog maar 40 jaar. En heel triest. Heel triest allemaal. Ja, en daar heb ik dit nummer voor geschreven. En ik heb dat nummer vlak voor de kerst uitgebracht. Nog in de donkere dagen voor kerst. En er zijn zoveel mensen natuurlijk die dat meemaken. Iedereen kent wel in zijn omgeving. Absoluut. Ja, die heeft kanker, heeft ook kanker heeft gehad. Ja. Ja, en want dat is dan van dramatisch afloop. Ja, ik ken het van heel dichtbij, ja, dus ja. Daar weten heel veel mensen wat van mee te vertellen. Ja. Zie je, dat staat ook heel erg in contrast met het andere nummer Weekend, want het Weekend dat is een tempo nummer, dat is feest, dat knalt van de buurt af. Ja. Gisteravond stond ook nog opgetreden met een nieuwe nummer, dat knalt gewoon van de buurt af. Dat is groen contrast. Zullen we eerst eens even naar dat hele mooie gevoelige nummer luisteren? Nou, laten we dat zien. Ja, zet ik het nu even aan.